week in China ben geweest. We hebben op veler verzoek een reisverslag hiervan gemaakt, bestaande uit twee delen. En vandaag kunnen jullie kijken naar deel 1. Ik ben dus aangekomen op Schiphol nu. Maar Ingeborg belt mij net, die er netjes op tijd was. Die was haar paspoort vergeten. Dus dat wordt best wel een beetje spannend nog. Dus laten we hopen dat we niet onze vlucht gaan missen. Ik ben ondertussen ingecheckt bij deze mooie dame. En Ingeborg is dus nog steeds onderweg. Waarschijnlijk is ze hier over een minuutje of drie. We hebben zelfs haar kofferlabels alvast uitgeprint. Dus hopelijk kan ze nog mee op de vlucht. Waar zijn je koffers? Het is 1 minuut nog, hè? Oh. Er is een heel lief meisje bij de balie. Die heeft je tickets alvast uitgeprint voor fijn. De koffers. Ja. Maar we moeten alsnog echt mega opschieten. Oh, fijn. Mijn handbagage koffertje maar even. Ja. Zo, nou, we zijn er. Ik ben momenteel een lichte keelontsteking aan het ontwikkelen. Dus dit is mijn survival kit voor China. Veilig geland. Ingeborg staat bij de band. Alle koffers zijn er. Xinguolu, Zhuqiao Xinjian. Zhuqiao Xinjian, Xinguolu. Doei. Is het hotel? No hotel, J-Living. No hotel. W. W. Yes. W Nia. Nia. En ik ga hem dus nu vertellen in het Chinees dat hij een U-turn moet maken. Ietsje zo. Tali tali. Diato. Diato. Hier is het toch al, Borg? Ben ik nou in de war? Ja. Ja, hier is het. Ja, hier. Tali tali. Sjesje. Ja, Lunzi. Fapjaus. Welkom Josh en Ingeborg. Dat staat er. Dit is de prachtige lobby van mijn service department in China. Kijk hoe leuk. Ook in China is het Halloween. Dit is dus onze straat, de Main Street. En ik woon helemaal daar. Daarboven. I'm in love with the go-go. Na een jetlag is het dus wel lekker om eventjes een massage te nemen en een facial. Ik heb dus zojuist een massage gehad hier. Een Chinese Oriental massage en ik slaap gewoon nog steeds. In China zitten we eigenlijk geen moment stil. We zijn altijd onderweg van afspraak naar afspraak, taxi in, taxi uit. En dat dan tot 's avonds laat. I know what he said. We're going to a restaurant where we can eat spicy food, but not too spicy. See, I speak Chinese. So this is new style Chinese food. We zijn nu in een heel hip restaurant waar je dus gestoomd voedsel kan eten. Ik ben heel benieuwd. We gaan in ieder geval zo daar onze visjes uitzoeken die we gaan eten. Uit het aquarium. Wat zijn dit, Borg? Ik weet het ook, een soort vis. Oh, oké, dat leeft nog. Oké, er zitten nu levende rivierkreeftjes. Luister, dit is heel spannend. Borg en ik moeten dus een sausje samenstellen. Maar dit kunnen we natuurlijk allemaal niet lezen. Ik heb nu dus een sausje samengesteld. Dit moet je maar durven hoor. Thanks, Jay. En dat ga ik dus zo eten. Er zitten zwarte bonen doorheen en knoflook en iets groens en iets wits. Borg, gaat dit goed komen? Nou, en nu zijn ze dus overleden en rood. Ingeborg en ik vinden het heel heftig, maar we doen net alsof we het normaal vinden, want het is ook heel normaal. Maar het ziet er wel heel lekker uit, moet ik zeggen.
En nu moet ik dat dus in mijn sausje dopen. En het visje is nu ook gestoomd. Duurt 3 minuutjes. Ja. It's ready, right? Or not? Yeah. Otherwise, they will open. It needs to cool down here. Voila. Je hebt deze hele mooie nagellak van Yves Saint Laurent net even opgedaan. En dit is na 1 laagje. Super mooi. Nog even een 2e laagje. Borg, weet je waar deze dop voor is? Deze dop? Die er dan op zit zo. Ja? Weet je waar dat voor is? Het is om het ding te sluiten. Nee, dit is om je vinger op te leggen. Oh, echt? Als je nagels lakt. Oh. Ja, dat weten heel veel mensen niet. Nee, handig, hè? Ja. En dit is met het 2e laagje. Kijk hoe mooi. Mooi, hè? Ingeborg en ik zijn onderweg naar het treinstation. En dan pakken we de trein, moeten we ongeveer 30 minuutjes met de trein, naar een ander deel van China. En daar hebben we wat afspraken vandaag. En ik heb vandaag mijn awesome sweater aan. Zo, en heb jij nog last van je jetlag, Borg? Nee, eigenlijk niet. Het gaat goed wel, hè? Het gaat heel goed. Toen we aankwamen zijn we eerst even bij gaan slapen. We kwamen 's ochtends vroeg om 6, 7 uur aan. Ja, 6:30, 7 uur. En toen zijn we eerst eventjes gaan bijslapen tot 's middags. En toen hebben we gewoon onze hele dag gevuld met activiteiten. En zijn we 's avonds een heel lekkere lunch. En toen zijn we 's avonds gewoon op tijd gaan slapen. En zo kom je een beetje door je jetlag heen. Dus ik voel me prima op mijn verkoudheid na. Borg, wil je nog langs Starbucks? Kijk, dan moet je wel gewoon toevallig Chinees kunnen lezen, anders kom je helemaal nergens. Ik heb dus strooigoed meegenomen naar China. Als cadeautje voor Jane. Strooigoed. No, try it one more time. Strooigoed. 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 Ja, it's getting better, it's getting better. We komen nu net terug van al onze afspraken hier in deze area. En nu gaan we weer terug met de trein, maar nog niet naar huis. Nog 1 afspraak te gaan. Chocolademuffin, oh. Grapefruit sap graag. Mijn koffietje. En hier staat dus mijn naam in het Chinees. Leuk, hè? Josh. Allerdrukste kruispunten ever en er is geen taxi te krijgen.
Even een bloemetje aan het kopen en ik kan je vertellen, Menno Kroon is er niks bij. Deze dingen zijn echt loeiduur. Dat is mijn prachtige boeket. Pjauliane. Pjauliane. Kijk nou Borg, wat een prachtig boeketje. €20 voor dit prachtig samengestelde. Niet, dit is geen samenhang zit er in dit boeket, hou ik van. Ik vind dit dus zo boeiend. Dit is een soort van Chinees apotheekje. En daar heb je dus allemaal dit soort gekke dingen. Waar je dan gezond van wordt of mooi van wordt. Borg, you need shark fin medicine? Zo, er zit weer een lange werkdag op hier in China. Ingeborg, hoe voel je je? Top! Dit is het uitzicht van mijn appartement in Guangzhou. De prachtige wolkkrabbers. En ik heb dus een beetje last van mijn keel. Dat heb ik al sinds ik vertrek. En daar hebben de meiden van kantoor honingdrop opgestuurd. Hoe lief is dat? Vandaag is een extra leuke dag. Want Nick die komt vanavond aan op het vliegveld van Guangzhou. Hij heeft een ticket geboekt naar mij toe om ons halfjaarlijke verkering te vieren. Dus ik heb een hele leuke verrassing voor hem gepland. En ik heb er ongelooflijk veel zin in, want ik heb hem al een hele week niet gezien. Donald, what was the name of the singer? Can you please tell me? Justin Bieber. Yeah? No. Bimo. Bimo. Ni hao. Ni hao ma. Je moet dus in China. Your pronunciation is very good. I know. My Chinese is getting better, right? Yes. So I'm explaining to the Dutch viewers that you need to clean before you eat and the way to do it. Dus er zit hier kokend water in en dan moet je dus zo moet je dat schoonmaken. Boeiend hè? Dus blijkbaar, ik weet niet of het in de vaatwasser is geweest. Dan moet je een beetje roeren, dan moet je je lepel, moet je ook schoonmaken ermee. En daarna gooi je alles op deze manier ronddraaiend. Ritueel. Ga je dat eruit? Dan is alles schoon. Smakelijk. Omdat wij geen garnalen met onze mond willen openmaken, om dan vervolgens die pootjes weer uit te spugen, trekt Ingeborg nu handschoenen aan om haar garnalen open te maken. Omdat er geen bestek is hier. Toch Ingeborg? Ik heb zojuist ingecheckt bij het W Hotel. Want ik ga Nick verrassen, die komt straks aan met het vliegtuig op Guangzhou. En ik heb gezegd dat ik hem niet op kan komen halen. Maar ik heb wel een hele leuke verrassing voor hem. Zoals jullie wellicht weten is Nick op dit moment ook in China, maar ondanks dat we allebei in dit land zijn, is hij echt duizenden kilometers verder weg geweest. En nu komt hij vanavond speciaal naar me toe vliegen en hij komt zo meteen hierheen. En ik ben nu in het W Hotel, want ondanks dat ik hier een appartement naast heb, naast het hotel, heb ik voor vanavond speciaal, omdat we dus een half jaar verkering hebben, een suite geboekt. Ik zal hem zo eventjes aan jullie laten zien. Nick kan elk moment hier zijn. Hij is net geland, stuurde hij me. Dus ik ben echt super enthousiast. Ik kan echt niet wachten om hem te zien. Dus ik geef jullie eventjes een kijkje in de prachtige hotelkamer van het W in Guangzhou. Welcome to the W Guangzhou. Een hele mooie badkamer. Met bad. Televisie. Goed voor inspiratie voor ons nieuwe huis. Hier een dressing, een walk-in. Spulletjes hangen daar. En dan heb ik ook nog
als ik hier op dit knopje druk. Het gordijn omhoog. Zo, ik heb net met Nick een ontbijtje gehad hier in de W. Daarna even koffie gedaan met Cindy en Ingeborg. En we gaan nu naar onze volgende afspraak in mijn appartement. Dit is trouwens het onwijs mooie toilet van de W hier in Guangzhou. Je verdwaalt gewoon. Ik weet serieus even niet meer waar de uitgang volgens mij hier is. Eindelijk is Nick bij me in China. Dit was deel 1 van mijn reisverslag in China. Hopelijk vonden jullie het leuk. Volgende week komt deel 2 online, waarin te zien zal zijn hoe Nick en ik onze anniversary vieren op de 100ste verdieping van het IFC-gebouw. Hier alvast een klein voorproefje. Tot volgende week! Catch. Catch me if you can. Already did. Mijn make-up secret is, even denken, BB cream van Garnier. Nee, die nieuwe spray die je net hebt gebruikt. Oh ja, je hebt van de MAC een nieuwe prep and prime spray. Voor de finish, een touch over je make-up. Dat is ook wel echt een hele goede aanrader. Ja.